kas die heeft eigenlijk ongelooflijk overschot aan warmte. Dat kan worden opgeslagen en weer opgepompt om op het goede moment in de woningen te gebruiken. Dus er is een hele intense manier van elkaar iets geven wat je niet nodig hebt en opnemen wat je kunt gebruiken. Als je 2 hectare kas hebt, dan kan je 8 hectare woningen, dan kan je 200 woningen warmen met de overschot aan warmte uit die kas. Als je een 8 hectare kas hebt en 8 hectare woningen, dan kan je ook met de organische afval uit de kas, kan je ook elektriciteit maken voor de woonwijk. De biovergistingsinstallatie die zorgt ervoor dat de afvalstromen, dus de fecaliestroom van de toiletten, dat die omgezet wordt in energie. In principe onze poepfabriek noem ik het maar even. We halen die fecaliën hier naartoe, we halen afval vanuit de horeca en we halen een stukje groenafval. Dat mixen we in een bepaalde manier. Daar wordt hier via een gistingsproces wordt het omgezet in gas. Dat gas brengen we naar een keteltje en daarmee verwarmen we een boilervat van 2000 liter water. Het eindproduct is eigenlijk compost en die kan je gebruiken als mest of voor het land. Dus dat is eigenlijk geen riolering. Wat hier achter mij staat zijn de portalen voor Villa Flora. Dat is eigenlijk de draagconstructie van het pand. Deze portalen plaatsen we naast elkaar. Die koppelen we ook weer met de stalen platen. Je ziet er 3 stuk zitten. En de kopse zijdes worden tegen elkaar aangezet. En dan wordt ook weer met bouten wordt het verbonden. En daartussen leggen we de vloerdelen. Eigenlijk is het dus gewoon een toepassing van Lego en Meccano. Dus het zijn Lego blokjes die je neerzet. En met Meccano boutjes draaien we het aan elkaar vast. En op het moment dat iemand zegt, goh, dat pand dat smoet daar weg, halen we de boutjes er weer uit. We trekken de Lego blokjes er af en we nemen het weer mee terug. Betonkerkactivering is een systeem wat de warmte en de koeling van Villa Flora regelt. Dus doordat we heel veel slangen in onze betonelementen maken, kunnen we met een relatief lage temperatuur de beton opwarmen, dusdanig dat er een aangename temperatuur in het pand is. Dus eigenlijk zijn onze elementen hele grote radiatoren. De warmte die door de slangen gaat lopen, of de koeling, het is dus zomer of winter, halen we eigenlijk diep uit een put, boren we omhoog het water. En dat gebruiken we om ons pand van warmte en van koeling te voorzien. Die thermo gebruikte natuurlijk in Nederland 10% van het aardgas. Is nu nog, maar die thermo was veel grootschaliger. Het idee achter de kas is energiebron. Dus 3 keer zoveel energie krijgen in de kas dat je jaar rond nodig hebt. En daar iets mee doen. Dus die kas in tijden dat de zon schijnt gesloten houden. De overtollige energie die er dan ontstaat in die kas weg te koelen en te bewaren in een spaarpot. Het zijn een soort bellen in de grond. Daar brengen we in de ene bel brengen we warmte in. Dus warm water. Het heeft als kwaliteit dat het daar mooi blijft zitten. En in het andere belletje doen we hetzelfde met koude. En op het juiste moment van het jaar halen we dan vervolgens die warmte of die koude, die halen we weer op, brengen we naar boven. Eventueel moeten we hem dan nog ietsjes warmer maken of kouder maken. En vervolgens gaan we dan daarmee direct het gebouw in om het gebouw te verwarmen of te koelen. Ja, door het gebruik van de liften komt er energie vrij. En die energie die kun je of teruggeven aan het netwerk eigenlijk. Of je zou bij wijze van spreken zeggen ze op een lift van 4-5 stopplaatsen, zelfs als hier. Dan zou je eigenlijk in theorie, het stroom die teruggeeft, dan zou je wasmachine gewoon een jaar lang op kunnen laten draaien. Het voordeel van dit soort installaties is dat we het energieverbruik in een gebouw, wat nu een heel stuk bepaald wordt door de lift, aanzienlijk kunnen gaan verminderen. Het verlichtingssysteem is een systeem waarbij we centraal boven het gebouw op het dak meten wat er gebeurt buiten in de omgeving van dit gebouw qua lichtniveau. En het is dusdanig intelligent dat het elke ruimte separaat kan berekenen en dat kan optimaliseren. Daarmee bereiken we dat 50% minder energie gebruikt wordt als bij de standaardverlichting. In Nederland wordt 41% van de energie gebruikt in de gebouwde omgeving. En als je dus energie wilt besparen of het wilt omzetten in duurzame energie, dan kun je de bouw niet ongemoeid laten. Daarvoor is het een veel te groot percentage. En daarom heeft echt prioriteit dat we in de manier waarop we met onze gebouwen omgaan, hoe we nieuwe gebouwen
fabriceren en hoe we bestaande gebouwen aanpakken en zorgen dat ze minder energie gebruiken, dat we dat niet verwaarlozen.